op universiteiten, in ziekenhuizen, in bedrijven, bij de politie, in de politiek. Op al die plekken is er eigenlijk steeds sprake van ongelijkheid. En dat zie je heel duidelijk in de samenstelling van de top. Nou, daar doen we met het speerpunt onderzoek naar. Hoe komt die ongelijkheid nou tot stand? En een van de onderzoeken waarin we dat gedaan hebben, is het opdrachtonderzoek dat we hebben uitgevoerd voor Politietop Divers. Een interventieprogramma waarin in de politietop aandacht was voor de topbenoemingen en dan met name voor het gebrek aan vrouwen in die top. De opdracht die wij gekregen hebben, dat is begonnen met het werk van de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Guusje ter Horst. Zij heeft quota afgesproken met de politieleiding, waarin ze gezegd heeft dat de helft van alle nieuwe benoemingen moesten gaan bestaan uit vrouwen en of bi. Daarom zo'n dapper besluit was van minister ter Horst om dat juist in de politieorganisatie nu wel in te zetten. We hebben reconstructie gemaakt van 6 topbenoemingen bij de politie. En bij deze 6 casussen hebben we alle sleutelfiguren in deze procedure hebben geïnterviewd. Dus dat zijn natuurlijk de kandidaat zelf, maar ook de beslissers. Dat kunnen een burgemeester zijn of een korpschef als het gaat over een plaatsvervangend korpschef. Mensen van het OM waren ook bij betrokken. Mensen uit de OR. We vroegen aan de mensen, hoe is die procedure verlopen? Welke criteria zijn er nou gehanteerd? En waarom hebben jullie uiteindelijk gekozen voor kandidaat A en niet voor kandidaat B? Wat wij in ons onderzoek hebben kunnen blootleggen is laten zien hoe dat nou werkt, gender in benoemingsprocedures. Hoe dat precies werkt en tot uitsluiting kan leiden. Criteria die heel erg belangrijk zijn bij topbenoemingen is bijvoorbeeld het beeld van de ideale leider. En het beeld van de ideale leider, dan komen mensen met boegbeeld en prominentie-dominantie. En dat soort beelden, dat passen veel meer bij mannen en mannelijkheid dan bij vrouwen of biculturelen. En daardoor worden zij eigenlijk door benoemingscommissies minder geschikt geacht voor dat soort posities. Dus het lijken neutrale criteria, maar dat zijn ze niet. Tijdens het programma Politietop Divers hebben we geprobeerd om voortdurend eigenlijk bewijs te vinden van wat de beste methode was om meer vrouwen en allochtonen in de top te benoemen. Wij hadden de afspraak destijds om 50% van de benoemingen in de top te realiseren voor diversiteit. En het is meer dan 60% geworden. Dus dat is een heel positief effect geweest. Ja. Ik kan natuurlijk nooit zeggen dat de benoemingen die nu recent hebben plaatsgevonden, dat het ook één op één het gevolg is van bijvoorbeeld dit onderzoek. Maar het feit dat we de procedures hebben kunnen aanpassen is denk ik het meest, de echte procedure kroonbenoemingen, dat is het meest effectief geweest. We kunnen nu dus voor het eerst eigenlijk onderzoeken wat het effect is van zo'n divers samengesteld team voor die politieorganisatie. En dat is een volgende stap in het onderzoek die ook weer heel veel inzichten gaat opleveren in wat betekent dat nou eigenlijk, zo'n andere samenstelling met meer vrouwen aan de top.